Hi iedereen, welkom terug bij een andere aflevering van Bio with Wirjo. Vandaag kijken we naar chromosomen, wat chromosomen allemaal zijn en wat het begrip inhoudt. We kijken ook naar het inhoudelijke van het begrip, dat heb ik al gezegd. En we weten allemaal dat wij mensen 23 paar chromosomen hebben in ons lichaam. Dus in het filmpje zie je meer erover. In de chromosomen zit er DNA van de cel opgerold. Het DNA zit in de kern van de cel en bevat genen met de codes voor de productie van de benodigde eiwitten. Daarvoor wordt er van het gen een kopie gemaakt, het zogeheten RNA. Dit RNA gaat naar de ribosomen waar vervolgens de eiwitten gemaakt worden. Een eiwit bestaat uit aminozuren. Het RNA heeft de code zodat in de ribosomen op de juiste manier de aminozuren aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Als de cel gaat delen, moet ook de DNA gekopieerd en goed verdeeld worden. De chromosomen rollen daarom eerst rondom bepaalde eiwitten, de histonen, die als een soort klosjes de DNA-streng opgerold bij elkaar houden. Daardoor wordt elke chromosoom korter en dikker. En zo is er minder kans dat er tijdens de celdeling de mitose chromosomen met elkaar verstrikt raken. Hierdoor wordt de kans op chromosoommutatie kleiner. Het DNA is verdubbeld, dus bestaat elk chromosoom uit twee delen, de chromatiden. Tijdens de mitose wordt deze twee chromatiden over twee cellen verdeeld. Een menselijke lichaamcel heeft 46 chromosomen die 2 aan 2 gelijk aan elkaar zijn. Er zijn dus 23 paar verschillende chromosomen. Chromosomen zijn alleen goed met een microscoop te zien als die gaat delen, omdat ze opgerold, kort en dik zijn. Na de celdeling despiraliseren ze weer en hierdoor kan het DNA makkelijker afgelezen worden om het RNA voor de eiwitten te kunnen maken. Chromosomen die gespiraliseerd zijn kun je met een lichtmicroscoop zien. De chromosomen liggen wel dwars door elkaar heen. Hiervan kun je een foto maken en als je aan de chromosomen uitknipt in het echt of digitaal en paar bij paar leg, dan krijg je dan een kariogram. Kariogrammen kun je dus alleen maken van cellen die delen, omdat alleen in de mitose en de chromosoom opgerold met een microscoop zichtbaar zijn. Elk chromosoom bestaat uit twee chromatiden die in de mitose verdeeld gaan worden over de oude en nieuwe cel. Deze chromatiden liggen dicht tegen elkaar aan, zodat in het kariogram net één staafje lijkt. Soms zie je een foto van een chromosoom waar je heel mooi bij de chromatiden ziet. Eén chromosomenpaar bepaalt het geslacht, dus of je een jongen of een meisje bent. Dit chromosomenpaar worden de geslachtschromosomen genoemd. Het lange chromosoom is het X-chromosoom. Het kleine is het Y-chromosoom. Dit is het kariogram van een jongen, want we zien een X- en een Y-chromosoom. En dit is een kariogram van een meisje, want we zien twee X-chromosomen. De andere chromosomen worden de autosomen genoemd. Een mens heeft dus 44 autosomen, 22 paar. Van elke chromosomenpaar is één afkomstig van een vader, de ander van de moeder. Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat steeds de linker chromosomen van de vader is en de rechter van de moeder. Het is net hoe de onderzoeker het heeft geplakt en gerangschikt. Je weet dus niet welke chromosomen van welke ouder is, dus het zou ook zo kunnen zijn. Bij een kariogram van een mens weet je sowieso dat X-chromosoom van de moeder en Y-chromosoom van de vader afkomstig is.